Dit programma wordt u aangeboden door Drukkerij Rijkers, Werbels Planet en Dame Computerservice Uden. Wij zijn te gast bij Vogel in de Wolken Hamilton Airshow. Dit evenement staat bekend om de mooie vliegshows, maar er is hier nog veel meer te doen. Wij gaan hier gezellig een kijkje nemen. Oefen we eens een keer. Ja, doe maar eens even nou oefenen. Geef maar vol gas. En dan ga maar omhoog. Oh jee, nou probeer maar een rondje. Ja, maar nou, ik begint gewoon weer opnieuw. Goed. Wat is nou omhoog, die kant? Wat is omhoog? Dit is omhoog. Oh, dus die moet. Maar dan moet je eerst geven. Eerst geef je gas. En dan omhoog. En dan ga je omhoog. En dan ga je sturen. En dat is deze kant. Oh. En dan stuur je hem de grond in. Ja, gaat heel goed. Ja. Dit is nog best moeilijk. Ik hou het vliegtuig nog niet heel. Nee, u wel? Dat klopt. Wij zijn van de vliegclub RMC Uden in Uden. En wij doen dit al 30 jaar zoiets. En dit zijn dan de toestellen waar wij normaal wekelijks mee vliegen. Wij hebben nog leden nodig in de omtrek van Uden. Kunnen ze nog altijd gratis les krijgen. Ja, zo hebben wij een simulator waar je op kunt oefenen. En we hebben een hele leuke vliegclub. We zijn nu een nieuwe vliegclub aan het bouwen. Dus als je wilt komen kijken, dan kunt u gewoon. En dat is in Uden zelf. Egelenweg is dat. En daar kunt u het bezichtigen. De modellen, het vliegen. Je kunt meevliegen, je kunt gasvliegen, je kunt van alles. Het eerste F-35, ofwel JSF-toestel, is geland in Vogel. Tijdens Vogel in de Wolken werd het door Securo ontworpen JSF-speeltoestel feestelijk geopend, waarna de kinderen gelijk konden spelen op het speeltoestel. Door Vogel en voor Vogel. Zo vatten wij onze missie van het evenement Vogel in de Wolken altijd kort samen. Want de opbrengst van het evenement, gerund door vele vrijwilligers, komt ten goede aan de gemeenschap. Toen we in gesprek waren met de buurtvereniging Vogel Zuid over hun ideeën, waren we erg snel enthousiast. Dit idee paste perfect in de missie van Vogel in de Wolken. En ik ga nog niet verklappen wat het idee exact is. Dat ziet u zo meteen na de onthulling. Maar ik ben blij dat dit idee tot stand is gekomen door de samenwerking van velen. En natuurlijk de buurtvereniging, maar ook de ondernemersvereniging en de gemeente. Helemaal top. Zo houden we Vogel het mooiste dorp van Nederland. En ik zou graag de burgemeester en de initiatiefnemer Karin Kok willen uitnodigen naast het te gaan staan en samen de parachute even aan te De F-35 van de JSF, we hebben hem al. Ja, en het is jammer dat uiteindelijk de minister vandaag niet gekomen is. Want ze was wel uitgenodigd, want anders had ik haar natuurlijk graag de eer gegund om deze primeur hier in Vogel te onthullen. Ja, dit is goed voor de leefbaarheid, denk ik, van het dorp Vogel. Dit draagt er in ieder geval geweldig aan bij. Hartstikke leuk initiatief. Vooral dat het initiatief uit Vogel zelf gekomen is. En dat we samen met de gemeente tot dit speeltuin gekomen zijn. En dat is goed voor de leefbaarheid, goed voor de jeugd van Vogel, goed voor de kinderen.
Ik dank vooral jullie allemaal als organisatie Volkeren in de Wolken. Al jullie vrijwilligers die de hele dag in touw zijn. Want zonder die vrijwilligers zou dit vandaag niet plaats hebben kunnen vinden. Dus heel veel mensen in Volkel laten de rest van Nederland zien wat we hier hebben, wat we in huis hebben en welke mooie vliegshows er gehouden kunnen worden. Veel waardering daarvoor. En nou, laten we dus zeggen dat ik hoop dat het een hele goede editie wordt vandaag, doordat het weer zich goed houdt. Ik begrijp dat het volgend jaar min of meer een lustrum is met de 25e effectieve editie. Ik heb inmiddels ook gehoord, en ook daar past een woord van dank bij, dat Hamilton volgend jaar voor de 5e keer hoofdsponsor is. Dus dat is ook het eerste lustrum. Dat biedt mooie gelegenheid. Een mooie gelegenheid om het een en ander te combineren. Want we zijn natuurlijk Hamilton ook dankbaar dat zij al 4 jaar als hoofdsponsor hier aanwezig willen zijn en dit evenement mede mogelijk maken. Ik wens iedereen die bij de organisatie vertrokken is vandaag heel veel succes. En alle bezoekers wens ik een hele plezierige middag, een hele mooie vliegshow hier in Volkel toe. We zijn zeer verheugd dat de hoogsponsor onze en u ziet nu dat hij gewoon aan zijn propeller hangt, een stolspiet. En hoe komt dat natuurlijk? Het waait verschrikkelijk hard. En voor hem is dat natuurlijk geen enkel probleem, want dan zit hij tegen zijn overtreksnelheid bijna aan. Maar eens kijken, hup, de hooggenerator aan,